In deze aflevering oud Pussycat-lid Tony Willet over de Golden Memories Tour DVD die ze uitbracht. En Marianne van den Oever. Zij schreef een boek nadat bij haar darmkanker was geconstateerd. Het is aflevering 69 van Lopende Zaken. Hier is Klaas Overdijk. Dag dames en heren. Vandaag in Lopende Zaken hebben wij twee bijzondere gasten. Allereerst Tony Willet, voormalig liedzangeres van Pussycat. Zij heeft een nieuwe DVD uitgebracht. Golden Memories 2010 Fiji Tour Special heet de DVD. Een live registratie van concerten op de Fiji-eilanden. Een soort terugblik op de muzikale carrière van haar. Die begon in 1975. En de tweede gast die we hebben is Marianne van den Oever. Zij is secretaresse van achterinvolgende burgemeesters in de gemeente Brunsum geweest. Zij kreeg in 2008 darmkanker. En over de impact die deze ziekte op haar leven heeft gehad, heeft zij een boek geschreven. Dames, welkom in Lopende Zaken. Tony, jij ook speciaal welkom. Het is al meer dan 35 jaar geleden dat Mississippi een wereldhit was. En nog steeds sta je op het podium. En hoe? Vorige maand is je nieuwe live DVD verschenen. Daar staan zo'n beetje alle grote hits op uit je muzikale carrière. Golden Memories, dat zegt eigenlijk al voldoende, denk ik dan. Ja. 2010 Fiji Tour Special. Vertel eens even iets meer. Hoe is die DVD tot stand gekomen? Ik had contact. Ik heb een CD gemaakt met een zanger-componist van de Fiji-eilanden. En dat is Daniel Ray Costello. Het was een duet-CD. Dus daar had ik al contact mee. En via hem is die aanvraag voor die shows binnengekomen. Daniel Ray Costello? Ja. Dan ken ik een andere Costello. Nee, dus... Maar dat is daar geen... Ja, deze heet echt Costello. Die andere heet niet eens Costello. Elvis bedoel je? Ja, Elvis die Costello. Die heet niet echt Costello, maar goed. Dat is een leuke naam. Ja. Maar zo is dat gegaan. En die aanvraag was er al eerder, maar toen kreeg hij de sponsoring niet rond. En dat is dan vorig jaar wel gelukt. Ja. Dus ik ben in Suva geweest, dat is de hoofdstad. En in Nadi, dat is waar het vliegveld is. En natuurlijk om een resortje, als je dan toch daar bent. Dan neem je het er ook van, ja. Gelijk. Zeg, want Fiji, dat ligt niet even naast de deur. Nee. Ik heb het even opgezocht. Ja. De Fiji-eilanden bestaan uit 322 eilanden. Het ligt 16.300 kilometer van Nederland vandaan. En je moet er zeker 22 uur voor vliegen. Klopt. Nou, denk ik van, dan ben je toch erg gelukkig als je daar je DVD mag opnemen. Ja, dat was ik ook. Ja. Het was, ik heb daar vanaf het moment dat zeker was, want ik had zoiets van, eerst die vliegtickets binnen en dan geloof ik het pas. Ja. En op het moment dat die dan binnen waren, was het opwinding all over, zal ik maar zeggen. Nee, het was echt genieten. Ja. Het was heel uitzonderlijk, het is een heel ander soort wereld dan waarin wij leven. En het is toch prachtig, het is... Castaway van Tom Hanks is daar opgenomen en Blue Lagoon en zo, dus dan weet je wel zo'n beetje wat je... Ja. Ja, dat was prachtig. En zo'n lieve mensen, ja. Hele goede band. Oké, dat is natuurlijk voor jou muzikaal natuurlijk gezien ook heel belangrijk. Kijk, want daar was ik wel heel erg benieuwd naar. Allemaal muzici van het eiland dan, zal ik maar zeggen, maar ze hebben het goed neergezet. Zeg, nou zing je al 35 jaar, professioneel zeg maar. Ja. 1975 Mississippi. Ja. Dat was jullie grote doorbraak. Klopt. Nu deze DVD, Golden Memories. Ja. Betekent dit nou dat je het rustiger aan gaat doen? Ga je langzamerhand afscheid nemen van je publiek? Of heb je nog nieuwe muzikale plannen in petto? Nee, ik ben er nog niet aan toe om op te houden. Ik ben nu 57. En voel me nog fit. Ja. Stem is er nog. En ik ben na Fiji nog in Roemenië geweest voor televisieopnames. Dus ik wil graag voorlopig nog doorgaan. Ja. Aanstaande vrijdag zit ik in Berlijn. Oké. Okay. Dus het heeft eigenlijk al die tijd gewoon doorgelopen. Alleen als mensen het niet meekrijgen. Ja. Ik was dan voornamelijk in Duitsland bezig. En dan denken de meesten dat je ermee opgehouden bent. Maar ik ben nooit opgehouden. Ik ben altijd doorgegaan. Ja. Ja. Jij was zeg maar de stem van Pussycat. Herkenbare stem ook. Ja. Daardoor kan je ook makkelijk natuurlijk dat hele repertoire nog brengen. Ja.
Leuk gedaan. Komt er nog ooit nog een keer zoiets als een reunie van Pussycat? Ik bedoel, dat is bij de Rolling Stones, hè, om maar een dwarsstraat te noemen, hoor je dat ook nog steeds? Van, moet er niet toch nog een keer de oude samenstelling? Dat wordt dus heel erg vaak gevraagd, maar daar zijn wij alle drie geen voorstander van. Nee. We zijn toch al in 85 uit elkaar gegaan. En toen zongen we al, even niet liegen, maar toch zeker 30 jaar samen. We zijn als klein kind al begonnen. Ja. En op een gegeven moment was het mooi geweest, want die topjaren, dat waren ook tropenjaren. Ja. Alleen besef je dat pas achteraf eigenlijk. Dus een jaar zeg maar van 75 tot 85? Ja, dat was dat echt, waren, het was een unieke ervaring. Maar het is ook zwaar geweest als je zo terugkijkt. Kan ik ook zeggen dat dat de meest waardevolle muzikale jaren waren in jouw muzikale bestaan? Ja, tuurlijk. Ja. Tuurlijk, dat heeft alles aan het rollen gebracht. De basis gelegd. Ja, zonder meer. Ja. En als je nou nog terug zou kijken op jouw muzikale carrière, welke periode zou je dan over willen doen of anders willen doen? Anders willen inkleuren? Ja, dat zeggen de meesten. Als je het anders zou willen doen, dan, dan weet ik wel een paar dingen. Dat gaat dan niet meer, dat hoef ik niet. Maar de mooiste jaren vinden wij eigenlijk alle drie vanaf zeg maar begin 75 toen het allemaal begon. Ja. Of eind 75 was dat. Begin 76 toen zijn we beroeps geworden. Van begin 76 tot zeg maar halverwege 79, dat was de mooiste fase. Toen stond je ook nog redelijk onbevangen in die muziek. Ja, onbevangen, dat wel. Maar toen was het was ook wel het toppunt van het succes. Daarna werd het toch langzaam minder, kon je toch duidelijk merken. Ja. En dat is voor een artiest altijd natuurlijk wat moeilijk. Je hebt succes gehad, zeker moeilijk. Ja. Ja. Alleen je weet wel, wij werden daar van tevoren wel voor gewaarschuwd. Dat groepen van onze soort dan drie jaar meegingen. We zijn 10 jaar bij elkaar geweest, dus dat klopt niet helemaal. Maar natuurlijk, alle artiesten hebben een toptijd. En dat waren voor ons die eerste 3-4 jaar. Tony, je bent in de jaren 70, de 70's, ben je begonnen in het muziekvak. Wat zijn volgens jou de grote verschillen met de muziekindustrie nu in 2011? Kan je dat zo benoemen? Ja, voor mij is het grote verschil dat in de 70's bijna alles live moest. En dat je leerschool in cafés en buurtgebouwen en noem het maar op. Ja. Daar bouw je ervaring op en daar leer je natuurlijk een heleboel van. En het verschil vind ik dat het allemaal gekunstelder is geworden, voor mijn gevoel. En dan bedoel je? Ik bedoel dan met name programma's zoals Idols en Popstars wat iets meer zijn, ja. Ja, en programma ook Hollands Got Talent, enorm populair. Maar ja, en uiteindelijk vind ik dat ik kijk het niet. Nee. Ik heb het wel geprobeerd en ik vind inderdaad, soms denk ik, Jezus, dat is goed. Ja. En toch kijk ik het niet. Nee. Dat is heel vreemd. Je komt gewoon uit een, je hebt een andere achtergrond. En ja, afgelopen zaterdag was dat Noorderslag, die popprijs was op televisie. En daar zit ook muziek bij waarvan ik denk, Jezus, zet maar even wat zachter of zo. Want ik ben iets ouder dan die lui die er dan op het podium staan. Maar dat spreekt me dan meer aan, omdat het is helemaal live. Authentiek. Ja, het is authentiek, ja. Ja. Als je naar thuis komt, wat voor muziek draai je dan zelf? Ja, dat varieert ook heel sterk. De laatste cd die ik gekocht heb was van Rory Block. Ik weet niet of je die kent. Oké. Ja. Nou. Tony, een jaar geleden is Werner Teunissen overleden. Ja. Dat is onder andere de schrijver van het nummer Mississippi. We laten dat zo meteen even zien, ook van jouw Fiji-tour. Laten we dat nummer nog even zien. Wat heeft Werner voor jou betekend? Tot slot. Werner is heel lang mijn beste vriend geweest. Ja. Trouwens van de hele familie. Ik vind dat wij samen met Werner toch iets voor Nederland vrij unieks hebben neergezet. Hij met zijn liedjes en wij met onze song. Ja. Tenminste, voor mij is dat YouTube is zo leuk. Ja. Als ik die commentaren lees op de liedjes die dan geplaatst worden door allerlei mensen die ik helemaal niet ken. Ja. Maar dan de reacties lezen en zo, dat is... Heeft mensen geraakt?
dat heeft mensen geraakt. Ja. En dat doet me eigenlijk meer dan dat ze vroeger bijvoorbeeld zeiden van, nou, heeft dat en dat verkocht. Je ziet wat het voor impact op mensen gehad heeft. En dat is in feite genieten en nagenieten voor mij. Laten we even kijken naar dat laatste nummer, of naar het nummer Mississippi van de DVD. Geschreven door Werner Teunissen, gebracht door Tony Lele. Kijkt u even. From far, and someone play the honky tonk guitar, where all the lights will go out one by one. The people join the sun, and the wind takes it away. Where the Mississippi rolls down to the sea. Dat was Mississippi
van de DVD van Tony Willé. De Fiji Tour. Ja. Ja. Golden Memories. Ja. Het roept ook herinneringen op, vind ik altijd. Ja. Maar Jan van den Oever, roept dat bij jou ook nog altijd herinneringen op, ja, Mississippi? Zeker. Ik ben ook van die generatie. Ja, ik heb het heel vaak gedraaid. Ja. En ik was ook, ik vond ze heel erg goed. Ja. Ja, dankjewel. Maar Jan, jij bent onder andere de secretaresse van de burgemeester. Mm-hmm. En in die hoedanigheid heb je ook vaker bijgedragen aan het tot stand brengen van koninklijke onderscheidingen. Mm-hmm. Heeft Tony Willé al een keer een onderscheiding gekregen? Nee. Nee. Okay. Ik zeg altijd tegen de, ja, wij mogen het zelf niet, ze mag het zelf ook niet. Dan moeten mensen zijn in haar omgeving die dat belangrijk vinden en die kunnen komen en dan gaan we wel mee in de gang. Nou, misschien is dit wel een hele goede hint voor mensen uit de omgeving van Tony Willé om het toch een keer te doen. Tony, hoeveel platen zijn er voor jou verkocht, dvd's? Ik weet alleen die cijfer wat voortdurend voorbij komt, is 7 miljoen van Mississippi. Nou. En dan hebben we, ja, de rest dat... Als je dan nog niks voor Brunson betekend hebt, zou ik haar zeggen van, wat moet je dan nog doen? Ja. Het ligt niet aan ons, hè? Nee. Maar Jan, dit is even een wat globale schets, wat jij in je dagelijks leven doet. In 2008 kreeg jij, denk ik, de meest zware mededeling, een van de zwaarste mededelingen die je ooit hebt gehad. Ja. Je had darmkanker. Ja. Wat dacht je toen je van de dokter die diagnose te horen kreeg? Ik kreeg hem van de internist nadat ik een coloscopie had gehad. Daar ging ik heel onbevangen naartoe, want ja, ik was het eeuwige leven, ik was zo gezond. Nooit in een ziekenhuis gelegen, nooit ziek geweest. Ja. En dan krijg je een coloscopie en dan komt de internist aan je bed en die zegt van slecht bericht. Dikke darmkanker. Ja. Zo bracht hij het ook. Dus dan kijk je even over je schouder van, die heeft het niet tegen mij, die heeft het tegen iemand anders. Dat kan niet. Ja. Dat ben ik niet. Dus wat voor leven leidde jij daarvoor? Oh, ik organiseerde, ik had mijn agenda vol. Sporten waren een broodje door daar. Okay. Verschrikkelijk. Ja. Maar voor de rest, ik deed veel. Ik was altijd bezig. Ja. Overdag met mijn werk, dat vond ik, daar gaf ik me 200% voor. Ja. 'S Avonds leuke dingen doen. Ja. En dan krijg je in één keer dat er staat wereldstijl. Ja. Dan zakt echt de grond onder je voeten uit. Wat was de prognose die de dokter toen nou, gaf? Ik lag in dat bedje, het was een dagbehandeling, en hij zei dus dikke darmkanker. En ja, je weet even niks te vragen. Dus ik stel de vraag, is het goed of kwaadaardig? Nee, mevrouw, het is kwaadaardig. Nou, toen had je zoiets. Ja. Ja, dan is het echt. Dan gaat er nog een luikje dicht. Ja, ik heb de huisarts aan gewaarschuwd. U moet geopereerd worden. U komt in de malle molen van onderzoeken terecht. Laat het over u heen gaan. Ik wens u heel veel sterkte. Geef mijn handen en is die weg. En dan zit je, ik had gelukkig mijn man bij je. En dan zit je met z'n tweeën aan het bedje. Ja. En dan weet je dus niks meer te zeggen. Het was Valentijnsdag 2008. Dus ook nog, Valentijnsdag blijft voor mij altijd in herinnering als die bewuste dag. Ja. Ja. Dag met een speciaal randje. Ja. Dan. Ja. Ja. Maar Jan, en dan moet je op een of andere manier, dan moet je door. Ja, nou. Wat heb je daarna gedaan? Nou, waar heb je die kracht vandaan gehaald om dan toch te zeggen van, nou, ik ga dat toch aan? We zijn naar huis gegaan en je weet gewoon niks, ook niet meer tegen elkaar wat te zeggen. Nee. Je bent helemaal, wat moet je zeggen? Mm. En de huisarts, dan moet ik zeggen, echt, die man, daar heb ik zo'n steun aan gehad. Die was al voordat ik uit het ziekenhuis kwam, was die al thuis. Die stond al aan de deur, toen was ik er niet om me op te vangen. Die is de volgende dag gekomen. En ik had zoiets van, ik heb een tumor in mijn darm, ze gaan me opereren. En ik genees en ik ga weer werken en het leven gaat weer door. Ja. Maar het was dus niet zo, want de huisarts vertelde van, je gaat onderzoeken tegemoet. En je moet de leverscan, de longen, want daar kun je uitzaaiingen hebben. Ja. Nou, dat is dus helemaal nog niet besteld. Is dat. Nee. En dan word je echt bang. Ja. Dan ga je denken van, potverdomme, wat is in die buik? En wat is er aan de hand? En je moet verder en we hebben elkaar vastgepakt. En je voelt dan ook de verbondenheid met elkaar. Het is dan zo fijn als je elkaar hebt. En je pakt elkaar eens vast en ik kreeg in één keer een oerkracht van, ik laat me niet onderkrijgen door die kanker. Ik ga vechten. Ik wil dat overwinnen. En ik heb meteen gezegd, ik ga dat stap voor stap aan. Ja. En dat is ook uiteindelijk de titel van mijn boekje geworden. Maar dat is helemaal van het begin af aan is dat geworden. Van stap voor stap ga ik die confrontatie. Ik ga dat gewoon helemaal aan. Ik ga dat, ik moet dat overwinnen. En voordat we nou even verder over het boek gaan. Hoe is het nu met je? Het is het zie je aan mij. Ik zit hier. Gezonde wel. Ja, oké. Ja, het is allemaal goed afgelopen. Ja.
Ik heb alleen nog onderzoeken, dus de kanker die, het is zover. Ik heb geen uitzaaiingen, dus het is allemaal goed. Ik krijg om het half jaar nou nog een controle, een leverscan. Dat is altijd spannend. Mm-hmm. Maar ja, daar ga je wel vooruit. Ja. Want mijn leven is totaal veranderd. Het staat ook allemaal beschreven in het boekje. Ik ben met beide benen op de grond gezet. Dat is wel wat anders. Dat is alleen het leven. Bij mij is het leven voor en het leven na de kanker. Heel duidelijk. Marjan, je hebt dit boek geschreven. Waarom heb je dit boek geschreven? Heb je dat geschreven om van je af te schrijven? Of heb je dat geschreven met in je achterhoofd van, nou kan iemand dat na de hand daar misschien nog zijn voordeel mee doen? Nee. Waarom? Dat laatste helemaal niet. Heb ik nooit, die bedoeling heb ik nooit gehad. Nee. Ik ben begonnen met het schrijven. Ik had eerst een medisch dagboekje waar ik dus alles in bijhield als ik bij een specialist of bij een huisartsbezoek was geweest. Mm-hmm. En ik had mijn agenda daarnaast en daar stonden hele leuke dingen in die ik allemaal nog deed. En dan wil je toch kijken van die twee dingen samen. Het is niet alleen kommer en kwel, je hebt ook leuke dingen daarnaast gedaan. En toen ben ik gaan schrijven in augustus. Want kommer en kwel, dat gaat bijna parallel met elkaar op. Ja, daar zit humor ook naast. Ja. En om dat samen te voegen is heel belangrijk in mijn situatie. Maar toen in ieder geval in augustus, toen was ik midden in de chemo en toen ben ik opgehouden met schrijven. Ik heb geschreven voor mijn eigen verwerking. Ik wilde mijn hoofd leegmaken. Er moest meer ruimte komen voor andere dingen. En dan had ik het op papier. Dat was voor mij heel goed als verwerking. Nou, toen ben ik na de chemo, die was in oktober gestopt, had ik ze allemaal achter de rug. Toen ben ik verder gaan schrijven. Toen heb ik het tot en met de chemo heb ik het geschreven. En toen ben ik weer opgehouden. Want ik kon niet overzien, hoe gaat het nou weer verder? Mm-hmm. Toen ben ik in januari, ben ik begonnen, in februari, ben ik begonnen met herstel en balans in de Lucaskliniek. Dan ga je met lotgenoten sporten. Twee keer in de week. Flink er tegenaan. Voor ons dan, we hadden helemaal geen conditie meer, helemaal niks. Maar ja, dat is dan toch flink er tegenaan. En ik ben gaan werken. Ik ben begonnen met 2 keer 3 uurtjes per week. En dus ik begon langzaam weer op gang. En dan ben ik weer gaan schrijven. En dat heb je ook allemaal weer in je boek? Het zit allemaal in dat boek. Het is een dagboekvorm. Ja. En ook een passage uit jouw notitieboekje heb ik daarin zien staan. Ja, in mijn notitieboekje staat er een afbeelding van. Ja. Zeg maar Jan, zou je een stukje uit je boek kunnen voorlezen? Ja, waarom wil ik wel doen? En zodat we even een goede indruk krijgen van... Ik zal het alleen proberen zonder leesbril. Proberen dus. Nou, ik wil dan eigenlijk het stukje maar pakken dat ik de coloscopie krijg en dat ik dan ligt te wachten, want ik moest wachten tot de internist kwam. En ik kom bij van mijn roesje en ineens zit Nico daar. Nico is mijn man. Mm-hmm. Wat betekent dat het onderzoek achter de rug is. Ik krijg 2 boterhammen en een kopje thee, een godemaaltje. Na wat een hele tijd wachten lijkt, komt de internist. Hij valt meteen met de deur in huis. Slecht nieuws, dikke darmkanker. Ik kijk over mijn schouder of daar misschien iemand staat tegen wie hij spreekt. Maar nee, hij heeft het toch echt tegen mij. Bij het onderzoek is een tumor ontdekt op 60 centimeter afstand van de anus. Deze tumor moet operatief verwijderd worden. De internist vertelt ons dat hij tijdens de coloscopie wat weefsel heeft weggenomen voor nader onderzoek. De plaats van de tumor heb ik al gemarkeerd met Oost-Indische inkt, vertelt hij, zodat het straks bij de operatie gemakkelijker is om deze plek terug te vinden. Gelukkig is het een gunstige plek. Hij besluit zijn verhaal met: u zult vanaf vandaag in een mallenmolen van onderzoeken terechtkomen. Ik weet even niets te zeggen. De wereld stakt onder mijn voeten vandaan. Ik begrijp het niet. Dit gaat toch zeker niet over mij? Dat is zo'n onwezenlijk bericht. Ik durf bijna niet te vragen of de tumor kwaadaardig is. En deze angst is terecht. Het antwoord is ja, kwaadaardig. No. Mijn huisarts is al in kennis gesteld. De internist toont zich heel meelevend en wenst me alle sterkte. Dan zitten we dan met z'n tweeën. We kijken elkaar aan en weten niets te zeggen. Het is zo onwerkelijk. Van de een op de andere dag hoort het afgrijzelijke K-woord bij ons. Op dat moment voel ik een ontzettend diepe verbondenheid met Nico. Het is voor ons zo vanzelfsprekend dat we beide gezond zijn. Ja. Allebei hebben we nog nooit in een ziekenhuis gelegen. Enzovoort. Ja. Hoe dat allemaal verder gaat, dat is allemaal dat weer terug te lezen. Ja, want anders dan kan ik het helemaal voorlezen. Anders zijn we daar het hele boekje voor lezen. Dat is ook niet de bedoeling. Nee. Je hebt in ieder geval binnenkort heb je een boekpresentatie. Ja. Kan je daar nog even kort iets over vertellen? Volgende week woensdag en 26 januari. En dan heb ik vanaf 5 tot 6:30, ik had het aanvankelijk in de bibliotheek, er zijn ook mensen allemaal voor uitgenodigd, weten dat ook, maar ik heb vanmorgen heb ik het moeten omzetten wegens de enorme toeloop die er zal komen. Ik heb tenminste veel mensen die zeggen van ik kom. En waar gaat het nu gehouden? Het gaat nou in de Brikkenoven.
Oké, okay, en dat is het voordeel van de mensen die zich al eerder aangemeld hebben bij dat jou. Dat die even weten dat het in de Brikkenoven is in plaats van in de bibliotheek. Dus in de Brikkenoven, volgende week woensdag. Ja. Marjan, waar kunnen de kijkers jouw boek bestellen? Ik heb een eigen website. Mijn man heeft die zelf gemaakt. Daar ben ik heel trots op. En die website die heet? Die website die heet www.mariannevandenoever.nl. Allemaal achter elkaar geschreven. Nou, fantastisch. Fijn dat je in ieder geval even hier was om ons even te vertellen wat er nou in die periode met jou gebeurde. Dus het boek dat je erover geschreven hebt, dat je het wilde presenteren. Tony, jij ook hartstikke bedankt voor de presentatie van jouw DVD. Ja, jullie bedankt. En nou, dames en heren thuis, bedankt voor het kijken en tot een volgende Lopende Zaken. Dank u wel. Dag.